Zo, doorhang de weer. De vlag met Koninginnedag. Toch altijd weer een beetje verbondenheid met onze koningin. In met Wol vieren we Koninginnedag altijd met een vrijmarkt die gastrij Smits. En smiddags hebben we volleybal op het strand. Gooi je met kieken? Hier op het terrein voor gastrij Smits wordt de jaarlijkse vrijmarkt gehouden. Altijd weer een drukte van belang en reuze gezellig. Ik heb hem in blauw, ik heb ook nog in blauw en hangen blauw. Oh ja. En wat een beetje wat verkocht? Nou, niet zo. Valt tegen. En hebben jullie al een beetje wat gekocht? Ja, we hebben perenbakjes gekocht, we hebben balen gekocht. De oliebal mogen we nog kopen uiteraard. We hebben nijntje knuffel gekocht. We hebben nog meer gekocht. Lidl spulletjes. En we hebben grabbelt en een grabbeltzaal. Dus van alles en nog wat? Van alles en nog wat. Wat zei je dan? Ja. Maar zo. Ter ons hoor. En wat ga jij aan de man brengen? Bakkel. Van een koekenhuis. Heeft Koninginnedag nou een speciale betekenis voor jou? Werkelijk geen idee. Ik vind het gewoon heel gezellig. Naast mij staat Tietje Heikens, secretaresse van de Oranje Comité. Tietje, is Koninginnedag nog steeds belangrijk? Ja, zoals je ziet leeft het nog steeds in de Bolga. We hebben vandaag vrijmarkt en wordt heel druk bezocht. En vanmiddag organiseren we beachvolleybal op het strand van het Oldampmeer. En daar verwachten we eigenlijk ook wel veel publiek. Er zijn 8 teams die meespelen, volwassen teams. En voor de kinderen is er de wedstrijd wie bouwt het mooiste zandkasteel op het strand. Dus al met al, Koninginnedag in het Wolda leeft nog steeds. Ja, vinden wij wel. Ik vind het een geslaagde dag, het weer zit mee. Dus we mogen zeker niet klagen. En een oranje bittertje hoort er natuurlijk ook bij. En voor elk is er wat op de vrije markt. En natuurlijk ook kaartjes uit het Oldams. En voor de bibliotheek worden boeken verkocht. En gaat het een beetje goed met de handel in boeken? De handel gaat vanmorgen perfect, meneer. Het loopt als storm vanaf 8:45 vanmorgen. En ben je ook een beetje blij met de koningin? Ik ga wel. Alles van hem. En hebben jullie ook al wat verkocht? Dus het gaat goed met de verkoop? Ja. En gaan jullie die pony ook verkopen? Nee. Nou, 5 euro. Oh, mooi hoor. Is dat goed? Ja. Neem Jan. Ja, dat is prima. En vind je het een beetje gezellig op de markt? Ik vind zoveel mensen erbij. En het weer erbij. Dat is heel mooi. Wat betekent Koninginnedag voor jou? Ik vind dat dus, of je dus de tien herinneren kent van 1947 tot en met 50, dan werden we dus naar Indonesië gestuurd om dus de bezitting van het Koninklijk Huis te verdedigen. Dus ik ben de natchauffeur. Kom nou, jij zit hier eigenlijk. En heb je ook een beetje wat kool? Ja, natuurlijk. En dat gaat dan weer. Dus een volle bak naar huis? Ja, volle bak. Alle auto vol. Ja hoor. Dat doen we de tasje om nog net doen. En is er een beetje wat kool? Ja, dat gaat zo. Even met liever over dan dat de bedoeling is.